Aanstaande woensdag neemt de Fed een nieuw rentebesluit. Na 4 jaar renteverhogingen van 75 basispunten is de verwachting dat de Fed het wat rustiger aan gaat doen en de rente met 50 basispunten verhoogt. En daarmee komt de beleidsrente nu in een target range van 4,25 tot 4,50 procent. En dat is aanmerkelijk hoger dan waar we in januari stonden. Toen stond de beleidsrente op 0 tot 0,25 procent. Maar ja, toen dacht de Fed nog dat de rente, dat de hoge inflatie tijdelijk was. Inmiddels is de Fed erachter dat dat niet het geval is. Heeft men een inhaalslag moeten maken, vandaar een heel stijl rentepad. Alleen er lijkt nu een einde aan te gaan komen. We krijgen woensdag ook de nieuwe projecties van de beleidsraad. Voor de economische ontwikkelingen en de renteontwikkelingen in de komende jaren. In september werd nog verwacht dat volgend jaar de beleidsrente op 4,6% zou uitkomen. Inmiddels heeft Fed-voorzitter Powell aangegeven dat ze waarschijnlijk nu hoger uit gaan komen. En de verwachting is dat de Fed rond de 5% gaat uitkomen volgend jaar. Nou, dat zou betekenen dat we volgend jaar nog 50 basispunten aan renteverhogingen kunnen verwachten. Inmiddels rekenen de markten zich rijk. Men gaat er niet alleen vanuit dat de Fed volgend jaar de laatste renteverhogingen doorvoert. Men verwacht zelfs de eerste renteverlagingen. En de redenering is dat de rente nu zo hoog is dat de economie dermate hard gaat vertragen dat de Fed de rente omlaag zou moeten doen om de economie te ondersteunen. Nou, tijdens de persconferentie zal Fed-voorzitter Powell waarschijnlijk gaan aangeven dat hij dit niet verwacht te gaan doen. En hij zal daarbij verwijzen naar de fouten die de Fed heeft gemaakt in de jaren 80. Toen men tijdens een periode van hoge inflatie de rente te snel verlaagde. En uiteindelijk moest daarna de rente weer omhoog om de inflatie definitief onder controle te krijgen.